Maar jij wilde nog even door op dit hele gebeuren. Ze hebben dus natuurlijk eigenlijk, wat jullie allebei al aangeven, natuurlijk de verkeerde man op de verkeerde positie gezet. Ja, hij zal absoluut kwaliteit hebben. Welke dan? Nou ja, dat weet ik niet, maar hij zal absoluut kwaliteit hebben. Maar lieverd, hij doet zijn leven lang, geeft hij al lezingen voor bedrijven. Ja, en dan weet jij dat je zelf kan halen. De ene tegeltje zwijgt naar de andere gooien over. En je vertelt nog een paar leuke verhalen uit de kleedkamer. En je gaat met 3500 euro de deur uit. Volgens mij. Nee, maar dat is het hele verhaal. Maar kijk, Hans komt nu ook erachter dat alles wat hij daar in het land vertelt, dat komt nu even niet van toepassing natuurlijk. Nee, nee. Want hij gaat wel naar Henk de Katen. En hij weet wel dat Henk de Katen is een licht ordinair straatvechtertje. Straatvechtertje. Ja. En daar moet je toch mee oppassen dan. En dan moet je... Nee, die laat zich niet piepelen. Nee. Maar je leert daar meer dan je denkt. Want jij hebt het wel eens bijgewoond volgens mij, Marcel, toch? Ik ben er een paar keer bij geweest. De laatste keer was bij een lezing voor structureel werklozen in het AZ-stadion. En toen legde hij de 7 pijlers van succes uit. 7 pijlers van succes? Ja. 7 pijlers van succes. Wij zijn benieuwd. Passie, gedrevenheid, samenwerking, confrontatie. Daar had hij een voorbeeld bij. Hij heeft een zoon die zijn kamer nooit opruimt. En die heeft hij toen met Sinterklaas keihard geconfronteerd. Wacht even, wat zei je nou met het laatste? Hij heeft een zoon, Kjeld, en die ruimt nooit zijn kamer op. En toen zei Hans Verbreukelen tegen die werklozen van... nou, ik heb me wel keihard geconfronteerd met Sinterklaas... omdat hij een gedicht gemaakt met de tekst... Kjeld, je kamer is een vuilnisbjeld. Maar de zaal lag in de deur. En toen was het klaar natuurlijk. Toen. Dat is goed, ja. Die Kjeld heeft alles opgeruimd sindsdien, die toch? Die is klaar, ja.